Nieuwe school opent in Beuningen, waar jongeren met een beperking worden klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Voortgezet speciaal onderwijs, gericht op jongeren met autisme of ernstige meervoudige beperkingen. Dat is wat Focus biedt. Het leerstress-werktraject dat intensief samenwerkt met lokale ondernemers opende dinsdagmiddag haar deuren in Beuningen. We hebben de opening, de officiële opening van Focus Beuningen. Dat is een onderwijslocatie van De Kom. Deze locatie zit, nou ja, zoals je kunt zien, midden in het centrum van Beuningen, midden in het winkelcentrum, in een winkelpand. Dus dat betekent echt les midden in de maatschappij. De vier O's in de schoolnaam Focus hebben elk een eigen betekenis. Ja, Focus staat voor met vier O's. Een O voor overheid, ouders, onderwijs en ondernemers. Ze zijn eigenlijk allemaal even belangrijk om ervoor te zorgen dat onze leerlingen goed kunnen leren. Dus we hebben de overheid, de gemeente hebben we nodig. We hebben ouders natuurlijk hartstikke nodig. Ondernemers, dat zijn de plekken waar we stages willen lopen en misschien uiteindelijk uit kunnen stromen. En het onderwijs, ja, dat zijn wij zelf. Deze unieke manier van lesgeven onderscheidt zich dus van andere scholen. Beuningen is de 19e plek waar Punt Speciaal zich vestigt. Punt Speciaal heeft een aantal scholen in Nederland, 19 scholen. En dit is één van, nou ja, je ziet het hier, de wijze waarop onze collega's samen met de vier O's van Focus, alle ondernemers, de gemeente, klaarstaan om onze leerlingen, ja, een zo rijk mogelijk uitstroomperspectief te bieden. En daar ben ik natuurlijk vreselijk trots op dat, hè, collega's dit kunnen doen met alle belangrijke stakeholders buiten. De leerlingen van deze school focussen zich vooral op praktijk. Zij leren vooral op verschillende werkplekken en daarnaast leren ze hier ook didactische dingen. En dan komen ze vooral in hun werk tegen, bijvoorbeeld dat het wel handig is als je met een kassa om kan gaan. En dan leren we hier, oh, hoe werkt zoiets en hoe kun je dan beter leren rekenen op die manier. Ook worden de leerlingen altijd goed begeleid. Ja, we hebben altijd twee medewerkers die hier zijn vanuit onderwijs. Er is ook een medewerker vanuit zorg aanwezig, voor als leerlingen zorg nodig hebben. En zij begeleiden de leerling. En het is echt meer een coachende rol en wat minder juffig, zoals we meestal in het onderwijs hebben. Dan kijken we weer even naar de situatie op de Grote Markt in Nijmegen, waar het Glazen Huis nog steeds in volle gang is. Dinsdagavond is de tweede tussenstand bekendgemaakt en daarmee is de actie alweer meteen de 1 miljoen gepasseerd. Okay, right. Als ik het kan zien. Ja, oké. Ja, okay. Ja, aan deze kant. Ja, ja, ja. Oké, jongens, daar gaan we. Oh, we zien een 8, ja. Een 0, ja. Een 7, ja. Een 4, ja. Een 1, ja. Een 2. Ja. Holy mak! Hatsie! 1.214.708 euro! Hatsie! Wat gebeurt hier? Holy shit! Kijk eens even. Wat gebeurt hier? We zijn twee dagen onderweg. Er staat 1.214.708 euro op de teller. Ik weet niet wat ik meemaak, joh. Het gaat hartstikke goed met 3FM Series Quest. Wow. Blijf kijken, blijf ook doneren. Ga naar 3fm.nl/doneer. Gaan jullie lekker feestvieren? We gaan feestvieren, En de televisie. Ook vandaag was het overdag weer gezellig druk en werd er ook weer volop gedoneerd op de Grote Markt. Wij namen vanmiddag even een kijkje. Is het allemaal goed gegaan? Jullie hebben net gedoneerd? Ja, namens Landsteden. Dus jullie hebben dat geld samen bij elkaar verzameld? Ja, door middel van een loterij. Winkels hebben producten gedoneerd en daardoor hebben we dit bedrag weten te ophalen. Jij hebt net gedoneerd? Ja, klopt. Hoeveel, als ik vragen mag? 300 euro. Oké, dat is een mooi bedrag. Waarom vind je het belangrijk dat mensen hiervoor doneren? Het is belangrijk dat ALS Nederland onderzoek kan doen. Daar komen ze natuurlijk hartstikke verder mee. En ik sta achter de actie van ALS aan ALS Nederland. Wat vindt u van de sfeer hier op de markt? Uitermate gezellig, ja. Ja, en, heel meelevend. Alle mensen zijn heel meelevend. En u verzamelt ook geld in. Ja. Waarom doet u dat? Ik heb een partner verloren aan ALS en daardoor krijg je echt het gevoel van, wat kan ik doen? En ik ga helpen. U vindt het belangrijk dat mensen een steentje bijdragen? Dat is het zeker. Ja, jij staat inmiddels, maar de rest zit hier allemaal op de grond. Voor wie is dat? Voor de Britse band Only the Poets. Want daar zijn jullie allemaal heel erg fan van? Ja, heel groot allemaal.
En ik begreep dat jullie hier al een tijdje zitten. Ik nog niet heel lang, maar hun allemaal op de grond al wel wat langer. Hoe lang al? Ik weet niet of je het weet. Hoe lang zitten jullie hier al? Sinds negen uur. Half tien. Half tien? Ja. Vinden jullie het zo goed hier? Ja. Het is wel gezellig. Ja. Ja, wat vind je van de sfeer hier? Ja, wel gezellig. Gezellig, ja. Ja, veel mensen om in de oog te houden. Maar jij komt van ver, hoor ik. Antwerpen. Oké, en wat vind je ervan dat dit gedaan wordt? Sorry, wat? Wat vind je ervan dat dit gedaan wordt? Goed. Allee, dat is toch goed dat ze daar geld voor ophalen, zodat ze daar hopelijk iets tegen kunnen vinden. Rob, jij zat zelf vorig jaar ook in het glazen huis. Ja, klopt. Hoe is het nou om hier aan de andere kant te staan? Nou, meer slaap, dat is fijn. En ik mag dingen voor NPO 1 doen, voor de televisie, om mensen die kijken te vertellen wat we aan het doen zijn hier. Dat is heel fijn voor de updates. Maar het is ook heel leuk om het een keer van de andere kant te zien, ja. Ja, want we zitten nu op dag 3. Als je terugdenkt aan jouw tijd bij de derde dag, hoe ervaar je het toen? Was het toen al erg? Of? Ja, op een gegeven moment weet je echt niet meer hoe laat het is en hoeveel je geslapen hebt en wie is en zo. Maar ik heb bijna gisteravond na de tussenstand even kort gesproken. Het gaat nog goed met hem gelukkig. En Barend en Sofie ook, dus het gaat allemaal hartstikke goed, ja. Oké, en wat vind je van de sfeer hier zo in Nijmegen? Ja, ik ben in Nijmegen geboren. In het Radboud en ik woon in Beneden Leeuwen vroeger en dat is hier altijd leuk om te zijn. Ik heb hier altijd zomerfeest ook gevierd en met de vierdaagse zijn nog steeds wel eens hoor. Dus je ziet het, het is gezellig. Allemaal mooie verhalen natuurlijk en de een ontroert meer dan de ander. Wat vooral veel mensen ontroerde was het moment dinsdagmiddag waarop de kinderen van Radio DJ Barend aan de brievenbus stonden. Zij vinden het allemaal maar niets dat ze hun vader moeten missen. Oh jongens, dit is niet normaal. Ze staan er gewoon voor de deur. De twee allermooiste jongens van de hele wereld. Boas en Abel van Delen, ofwel mijn twee kinderen. Nijmegen, laat je even horen. Ja, ja jongens, kom op. Mijn twee zoons. Abeltje, grote vriend, kun je papa goed horen? Ja. Hey, wat leuk dat je er bent, jongen. Hoe is het? Goed. Gaat het goed? Heb je papa een beetje gekeken in het glazen huis? Ja. Oh, en wat vond je ervan? Niet zo. Waarom vond je het niet zo? Niets. Nee, wacht, nee, even wachten, Bo. Waarom vond je het niet zo, Abel? Omdat ik wil gewoon bij jou zijn. Ah, dat wil ik ook bij jou, vriend. Dat is ook zo. Hey, maar dat maakt er niet uit. Je bent ook met Boas gekomen. En Boas is heel druk, want die wil wat laten zien. Boas, kom maar bij de microfoon. Boasje. Hey, lieve vriend, wat heb je bij je dan? Hoe is het? Dit. Hey, wat heb je bij je? Wat is dat? Dit is voor jou. Oké. Deze maat. Oké. Maar ik wil eerst even vragen hoe het met je is. Goed. Gaat het goed? Even een paar dagen in school nog. Is het leuk? Ja. Oké. En vind jij het wel leuk, het glazen huis? Wat? Vind jij het wel leuk, het glazen huis? Nee. Waarom vind je het niet leuk? Huh? Waarom vind je het niet leuk? Omdat dan mag je niet eten. Nee, dat is wel waar, lieve vriend. Dat is wel waar. Hey, en je hebt Macy meegenomen. Dat is je beste vriend van school. Ik ga heel even pakken wat jullie doe maar even door de brievenbus, Bo. Doe maar. Heel goed. Oké, heel goed. Ga ik het nu even leggen. Dit is een hele grote tekening. Van Boas en Mees met allemaal mooie foto's van jullie. Die jullie hebben gemaakt en op de tekening hebben gezet. Zal ik die dan achter mij gaan hangen, Boasje, in het glazen huis? Ja. Zodat ik daar altijd naar kan kijken? Ja. Ah, wat goed zeg. Hey, en staat de kerstboom al thuis? Ja! Ah, wat leuk man. Nog maar een paar nachtjes en dan komt papa weer thuis, hè? Ja, hoezo nee? Ah, lekker. Boys, wat fijn jullie te zien, zeg. Papa mis jullie heel erg. Ja. Oké. Hey, dikke kus. Lief zijn voor mama? Ja. En Abeltje, wil je nog een goede grap maken? Want dat kan je altijd wel. Nee. Heb je geen zin in een goede... Nee? Wil je geen goede grap maken? Ik wil echt niet meer doen. Oh, oké. Dikke kus voor jullie, boys. Dankjewel, hè. Nee. Dag. Dag, je. Dag. Doei. Dag, lieve vriend. Doei. Oh, jeetje. Sterk spul, hè? 100 euro. Hoe moeten we lopen? Boas is nu bezig met de organisatie, hè? Die is puur bezig met... Dat je het een beetje droog houdt, hè? Met de organisatie. Nee, maar ik hield het niet droog. Ik houd het dan alleen een beetje tegen. Oh, oké. Omdat hij dan zegt dat hij mij mist. En dat hij dat vervelend vindt. En dan is het eigenlijk gewoon een beetje proberen tegen de traantjes te vechten. En dan... dat is het belangrijkste, toch? Je bent vadertje, hè? Het zijn mijn jongens.
zijn maar alles. Het zijn boos een abeltje. En ik vind het super lief dat ze zijn gekomen. En toch kut dat je dat weer zegt, want dan moet ik toch gaan janken. Ja. Jongens, we avond jullie nog even wat geld door de brievenbus heen. Okay. Kijk eens even. Messi ook, dankjewel, hè. Hey, en Dennis, je bent voor een PSV'er een goede vent. Dat is een ding wat zeker is. Ah, hey. Oké, jongens. Dag lieve Bo, dag lieve Ab. Papa is bijna thuis, hè? Jullie komen nog een keertje kijken, toch? Ja! Yeah. Oké, dag lieve jongens. Ja! Natuurlijk gaan ook de optreders weer in volle vaart verder. Einde deze middag was er al een optreden van zangeres S10. En vanavond treedt onder meer Only the Poets op. Daarnaast start er een nederpopavond met optreders van Abel en IOS. Vanavond wordt beslist of burgemeester Bruls van Nijmegen aan een derde termijn als burgemeester mag beginnen. Zijn huidige tweede termijn loopt komend voorjaar af. Eerder liet Bruls al in een interview aan RN7 weten dat hij hiervoor wel open staat, maar daar zelf niet over gaat. Rond 6:30 vanavond zal het besluit openbaar gemaakt worden. Winkeldieven hebben in Nijmegen in de eerste 11 maanden van dit jaar zeker 648 keer toegeslagen. Daarbij ligt het aantal meldingen bij de politie hoger dan in heel 2022, toen het er 590 waren, blijkt uit nieuwe cijfers. Teruggerekend naar het aantal winkels zijn er in Nijmegen meer aangiftes van winkeldiefstal dan gemiddeld in Nederland en ook meer dan het gemiddelde in heel Gelderland. Een politieonderzoek in de regio Rotterdam naar illegale vuurwerkhandel zette de politie in Elst op het spoor van een 61-jarige bewoner van een woning aan de Begijenkamp. Daar werd maandag meer dan 300 kilo vuurwerk in beslag genomen, meldt Dagblad de Gelderlander. De politie in Elst kwam de man op het spoor na wat een politiewoordvoerder omschreef als restinformatie uit een politieonderzoek in de regio Rotterdam. Wat de rol van de 61-jarige Elstenaar is, blijft voor nog onduidelijk. De man zit nog vast voor onderzoek en zal later aan de rechtbank zich moeten verantwoorden. We hebben het vandaag nog lang droog gehouden, maar inmiddels regent het overal in het land. Dat regengebied zal ook vanavond en vannacht nog actief blijven. Morgenochtend zal het eveneens nog enige tijd regenen en deze regen kan dan ook wat toenemen in de activiteit. Daarbij belooft ook de wind aan te trekken, waarmee het een vrij onstuimige dag wordt. Wel gaat het kwik wat omhoog naar zo'n 11 graden. Ook de dagen erna blijft het wisselvallig en winderig. Vrijdag kan de zon zich soms even laten zien, maar bewolking en regen hebben de overhand. Het blijft zacht voor de tijd van het jaar, dus op een witte kerst hoeven we zeker niet te rekenen. Tot zover het RN7 regionieuws van woensdag 20 december. Houd voor het laatste nieuws onze website in de gaten, rn7.nl. En volg ons natuurlijk even op de sociale media, Facebook, Instagram en X. Morgen zijn we weer bij je terug, dus graag tot dan. Ja.